Pieter Maas, morgen voor de wedstrijd tegen Charleroi moeten we helaas Georges Teixeira missen. Ja, toch wel een naderlating, denk ik, in de defensie. Ja, dat was denk ik ouderdomsdeken, slot op de deur. Die dat heel goed gedaan heeft. Die toch wel wat verzekering verschaft naar andere spelers in het team. Nu zal Junior daar waarschijnlijk komen. Dus het is weer aan hem om ook te laten zien. We hebben die niet voor niks binnengehaald. Dus dat hij die rol ook op dezelfde manier kan vervullen als Teixeira. De invallers van afgelopen weekend deden het ook goed. Steukers, Hashioka, Van Dessel. Mogen we daar iets verwachten? Ja, spijtig genoeg, Jarne is maandag uitgevallen met blessure, enkel blessure, die is niet beschikbaar. Dus wat we gepresteerd hebben in de wedstrijd Eupen, eerste helft zat op slot. Was niet goed genoeg aan de bal. Dus, maar ik denk, het team heeft er alles aan gedaan. We hebben de tweede helft goed hersteld. Jammer krijgen we die rode kaart. Wordt die doelpunt afgekeurd? Maar er waren genoeg elementen waar we mee verder kunnen. En we mogen niet twijfelen aan onze selectie. Die jongens hebben heel veel punten gepakt. En op dit moment zitten we een beetje tegen. En het mag geen mentale kwestie worden. Dus we moeten vol aan de bak. En deze wedstrijd van minuut 1 terug aanvatten. En het is een nieuwe wedstrijd. En beginnen we van op nul. Wat verwacht je van die nieuwe wedstrijd, de wedstrijd tegen Charleroi? Ja, Charleroi is nooit niet gemakkelijk. Charleroi is ook een team die heel snel kan omschakelen. Dus doelpunten weer binnenkrijgen. Er zijn ook wel omschakelingsmomenten. Dus daar moeten we heel attent op zijn. En trachten zelf ook meer doelgevaar te creëren. Want dat is op dit moment iets te weinig.